Ja, van harte gefeliciteerd met je trofee. Kers op de taart van een waanzinnig seizoen. Ja, bedankt. Ja, dat is het toch zeker. Het is wel mooi. Het is een mooie beloning van het seizoen. Dat zeker, ja. Was er bij jou nog enige twijfel of jij me zou winnen vandaag? Ja, tuurlijk. Je weet het nooit. En wat Amy ook al zei, iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten. En dat is altijd verschillend van anderen, dus dan weet je het nooit. We zijn bij jou natuurlijk vooral benieuwd naar hoe komend jaar eruit gaat zien. Weet je al wat er gaat gebeuren qua ploeg? Nee, ik weet het zelf ook nog niet. Het is voor mij ook nog allemaal onduidelijk. En dat laat ik over aan mijn manager. Waar hoop je op? Ja, ik hoop voor wat mij het beste is. En ik hoop vooral dat er snel duidelijkheid is. Lijkt me een enorm lastige situatie. Je hebt zo'n goed seizoen gehad en dan nu aan het eind van het seizoen, ja, kan me voorstellen dat je niet helemaal alles los kan laten als je op vakantie gaat. Ja, dat zeker. Het brengt gewoon een hoop stress met zich mee. En dat wist ik toen ik hieraan begon. En ik denk dat we daar alleen maar sterker uit gaan komen. Heb je enig idee wanneer jij je zekerheid gaat hebben? Nee, ik heb nog geen idee, maar ik hoop zo snel mogelijk. Je huidige ploeg, Park Hotel, heeft vandaag wel de selectie bekendgemaakt. Ja, daar sta jij tussen. Is dat een signaal waarmee ze nogmaals willen benadrukken dat ze je graag willen behouden? Of hoe moet je dat interpreteren? Ja, ik heb geen idee. Ik heb het ook niet gezien dat hun dat bekend hebben gemaakt. Maar ik hoop gewoon dat de situatie zo snel mogelijk wordt opgelost. Zodat we gewoon nog normaal met elkaar om kunnen gaan. Mocht je weggaan bij de ploeg, is staat dan wel alvast bij welke andere ploeg je dan gaat tekenen? Nee, dat is echt pas wanneer ik die ruimte heb, zeg maar, om eventueel een ander contract te gaan tekenen. Dan pas maak ik mijn beslissing naar welke ploeg ik zou willen gaan. Hou je ook zelf nog rekening dat de mogelijkheid wel bestaat dat je gewoon voor Park Hotel volgend jaar gaat fietsen? Ja, tuurlijk. Dat bestaat. Dat kan altijd. En dan gaan we er alsnog het beste van maken. Want het blijft een gezellige ploeg en leuke rens om mee te fietsen. Het is geen verloren jaar mocht jij komend jaar nog bij Park Hotel fietsen. Ik hoop het niet, nee. Nog even over het sportieve. Wat zijn na afgelopen jaar eigenlijk de hoofddoelen voor komend seizoen? Voornamelijk goed rijden in de wieltuurwedstrijden en ook de wat lastigere wedstrijden. En ik hoop er gewoon alweer te staan met het nieuwsblad. Olympische Spelen is natuurlijk een lastig parcours, maar is dat wel iets wat bij jou toch in je hoofd zit? Nou, we hebben wel heel veel goede meiden natuurlijk, dus dat is lastig. Het zou mooi zijn om wat mee te nemen, maar ik reken eerder dan op 2024. Dankjewel.